Ja, er komt er straks weer een, zeker. Even kijken, we hebben er misschien al een in de house. Carlijn Achterreekte, dat was de eerste medaille die we wonnen. 10 februari was het toen. Ze was daarna gewoon 2 weken vrij. En was vrij als een vogeltje om te genieten van dat goud. Ze staat volgens mij nu achter een van de deuren. Ik geloof dat het dorp Lettelen, want dat zijn jullie. Hebben jullie... Is er een... Voilà. Jullie waren ook in het Olympisch Stadion. Hebben jullie is er een lied waarmee we haar welkom kunnen heten? Ja. Dus zet het maar in dan. Oké? Leuk jullie. Dag, Carlijn. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ga lekker. Ja, je moet, hè? Zit de familie tussen? Ja, de Ik begrijp het, jongens. Je zit er al een paar uur op. Ja, lekker, lekker. Wow. Carlijn, wat goed dat je er bent. Dat is hem dus. Dit is hem. De eerste medaille die we wonnen. Ja. En een reusachtige verrassende. Ja, zeker. Want natuurlijk, we kenden je naam, maar zoveel had je nog niet gewonnen. Nee, ik had nog nooit wat gewonnen. Ineens, nee, je had eigenlijk nog nooit wat gewonnen. Ineens, ineens stonden alle sterren goed. Ja, 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 ik wist dat ik dit kon. En ja, dat moet het op dat moment bij elkaar komen. En, ja, het was echt, zo hadden we het precies afgesproken met mijn coach.